Links, links, rechts, rechts en bukken. Allee, kom. Bukken. Ja, ik kom. Mannetjes, mannetjes, mannetjes. Je moet er staan, hè. We spelen tegen de brandweer, denk eraan. En als we die match kunnen winnen, dan kunnen we tegen iedereen winnen. Ik hoor wat een trainer heeft gezegd. Je moet toch staan? Ja, kom, kom. Leg het niet uit. Bewegen, bewegen. Kom aan. Van links naar rechts. Zo, van rechts trainer, naar links. Zo, van rechts trainer. Naar links. Van rechts naar links. Kom aan, Pico. Bewegen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Naar rechts, naar rechts. Ja, ja. Ja, ja. Pata! Oh. Oh, dat was weer een straf, ja. Oh, wat. Voor straf krijgen ze een oude radio. Carmen, ik ben al wel laat. Breng jij de wagen naar DDT? Ja. Xavier, uw zak. Ja! Amai, fameuze kevers, hè? Ik wil mijn kleren niet vuil maken, hè, Carmen? Waarom niet? Je bent toch al goed bezig? Je hebt een auto ook verknald. Verrekkende nieuw schoenen. Daarbij, dat is de knalpot, dat kun je niet repareren, dat moet je vervangen. Ja, waarom heb je het dan al geputst? En ik kan niet voor alles alleen zorgen, terwijl dat meneer gaat voetballen. Niks als lasten ermee. Het is een heel belangrijke match vandaag, hè, Carmen. Het... De nieuwe eruit, de oude erin, dat is goed genoeg voor die kampioenen. Hey, alweer zoveel moois bij Radio Hallo. En vergeet het niet, om 3 uur de grote wedstrijd FC de Kampioenen tegen FC de Spuiters. De onklopbare ploeg van de brandweer. Maar ook de kampioenen staan sterk, want zij worden gesponsord door Boma. Onder het motto... De radio doet het met veel gekraak. Oei, 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 dat kraakt hier geweldig, hè. Die potstoppers van kampioenen zullen zich direct op hun gemak voelen hier. DDT, oké, Kaas. Dimitri, het is een Fons even, de brandweer. Van de brandweer, zeg, hoe zit dat met ons minibusje, jongen? Ah, het is klaar en ik bezoeken. Ik ga er nog juist een nieuwe radio in placeren, een extraatje. Ja, maar hé, zeg... Hé, een gratis extraatje, hè, Fons? Ah, ja, dat mag wel, Dimitri, voor die prijs. Zeg, luister eens. We spelen wel straks die topmatch tegen de kampioenen. We komen dat busje dan in één zaal, is dat goed? Ah, je gaat de kampioenen van hiernaast je ogen uitsteken. Ja. Kom maar af, Fons. Alles is oké. Zoals altijd bij DDT, hè. Dag, Fons. Ja, dag. Dag, zeg. Ja. Bezit dat nu eens. Kost dat nu echt stukken van mensen een half kamionnetje grind? Ja, voor mijn part komt er hier een 10 tonner met witte marmer. Maar ja. Ik mag niet, hè. Die grond is toch niet vervaagd, allemaal van die ballen, mannen, hè. Ja, hoe zot zijn uw auto hier nog te willen brengen, zeg? Met mijn klak hier, hè. Hoe zot! Dat is de tweede keer vandaag, hè. Ja. Wat heeft uw Xavier nu weer mispeuterd? Oh. Schiet dat weer in derde als ik een klak zo. Kom, Xavier, uit de weg. Allee, wacht. Ja, Xavier. Ja, duiken, Xavier, duiken. Ja, kom, kom, kom. Als je bang bent van een beetje water, dan staat er strak goed voor tegen de spuiters. Zie maar dat jij ze erin krijgt. Zal ik ze er wel uithalen? Oh, dat komt in orde. Ik krijg een bal waar ik wil.
Xavier. Xavier. Dat kun jij niet. Oh nee, dat kan ik niet. Dat durfde jij niet. Godverdomme. Ja. Ja, wie heeft dat gedaan? Geelfriets, trainer. Hé, hey, kampioen. Je ziet zo bleek. Vandaag we meer dan 11 zijn, hè, Pico. Dan kun je golen maken van op de bank. Is niet erg. Stel Bieker in mijn plaats op. Dan komt er wat beweging in het spel. En van links naar rechts, en van links naar rechts, en van links naar rechts. Mijn dochter die blijft achter de toog. En zij zal vergeten dat jij ervoor zit, hè, Pico. Want ik zal vergeten van u een bierbolletje te geven. Oelalalala. Gaan ze laten rollen? Rollen? Stoppen zeker. Tot Kaya! Ja, Carmen, ja, Carmen, ja. Daar ze. Uw vrouw is er ook. Wat Doortje, kom eens zien naar hoe we die spuiters van de brandweer gaan afdrogen. Pico. Ik ben naar binnen, kom. Pico. Ja, straks, Doortje, straks. Hoe is het? Ik heb maar weer iets gelapt, hè. Mag ze precies kwaad? Wat is er? Het is oorlog. Zal ze leren voetballen. Waarom ze spelen tegen Fons en zijn spuiters, hè? Ik mag van die kampioenen de best tot dat. Hallo de Fons. Het heeft ze de spuiters? Ja. Pico Koppels van FC De Kampioenen. Ah ja, Pico? Het is om te zeggen dat er niet zal kunnen worden gespeeld. Allee, Pico, de match van het jaar. Ja, het zal niet gaan wegens de toestand van het veld. Hoe kan dat nu? Er liggen putten in het veld. Putjes? Oh, wow. Putjes en dan? Dat zijn geen putjes, dat is meer een krater. Een krater? En hoe komt dat? Een gasontploffing. Wat zeg? Gasontploffing? Jammer, je moet niet komen, Fons, dat is niet erg. Jammer, Pico. Ja, het is meer een putje. Dan zullen wij weer rond dat putje spelen, hè, Pico? Nee, dat gaat niet, want Xavier Wouterslagers heeft zijn voet gebroken in dat putje. Ja, dan kunnen wij niet spelen zonder keeper. Ja, maar... Tot de volgende keer dan, hè. Dag Fons, we hadden nogthans graag gewonnen. Je zou beter wat verder opwarmen, Pico. We spelen tegen de spuiters, hè. Zou jij niet beter opwarmen? Sneeuwmanneke. Nog een chance dat er over als bestaan. Die zijn zeker uitgevonden door de vrouw van een prutser, lekker als jij. Het al begint niet, hè. Mocht me niet zenuwachtig, hè. Zo'n belangrijke match straks. Ja, tegen wie zegt dat ik moet nog 100 broodjes maken voor na de match? Zeg, Oscar, en wanneer kom jij eens achter de toogtjes op uw café, hè? Zeg, corporaalke. Zie dat je maar geen zonneslag op doet, hè. En je zou beter een spa-water drinken voor de match, gelijk de Pico hier, Xavier. Xavier. Wat was ik toch? Kijk hier. Staat die hier altijd zo, Pascal? Ja. Waarom moet jij nog truikens wassen? Ja. Doe die schrap wat aan. Ja. Op wat trekt dat nu alleen? Ze protesteren. Ah ja? Ja? Zal rap gedaan zijn. We zijn aan het wachten op de nieuwe truikens van onze voorzitter. Ja. Maar je kent hem toch in bomen? Veel beloofd, maar geen een bal krijgen. We zullen rapper een dubbel fleuris krijgen. Ja, ja, zeker vast. Nou ja, hoe lang wachten we op dat busje voor de verplaatsing? Voilà. Dat is toch ook al beloofd van hoe je van in de jaren stilletjes? De man moet zo goed zijn als zijn woord. De man en een woord, dat hoor ik graag. Ja, toch zeker een voorzitter. De man en een woord, dat hoor ik graag. Zeg, je wacht of naar huis? Binnen in de garage. Er staat nog een tv-opdak van onze auto. Weet je het nog?
Ik ga hem er niet afhalen, hoor. Ja, kom, ik zal hem er wel afhalen en repareren ook, oké? Ah ja, gelijk die 10 anderen die bij ons in de living staan. En ik kan het altijd uitleggen aan de klanten, want meneer is nooit thuis, de voetbal gaat voor. Ja, maar jij kunt het toch goed uitleggen? Maar jij toch ook? Carmen, je kunt dat niet geloven hoe lastig dat de mensen doen als ze hun tv moeten missen. Ja, vooruit, kom aan, dan spelen we maar in Doutruikers. Kom aan. Nee. Allemaal het veld op of geen prim vandaag. Kom aan. Pascal, pak die zo over achter de toog, ik moet mijn broodjes mee. Ja, straks Pascal, straks. Een prim? Dat ziet niemand dan een prim. Ja, Xavier, die prim. Hoeveel is dat? Eerste, hier kunnen we die opschrijven, die prim. Ja, hier zeker. Hier. Hé, kalm hè. Let eens op café. Ik moet mijn broodjes gaan smeren. Ik ben aan het repeteren. Je zit al volleerd. Allee, vooruit. Zeg maar. Tja, ga jij ook playbacken? Dat is voor jouw Iglesias zeker. Je zou beter eens wat meer naar sportweekend zien, hè? Of naar de sportschool. Nooit de mos gezien? Of waar die haan? Hè? Die mannen, hè, die dragen geen reggae-jasjes te bezig, hè? Nee. Die dragen allemaal Italiaanse kostuums op maat gemaakt. Ah, dragen die ook hun trouwkostuum, ja. Ja, Pascal begint niet, hè. Trouwens, dat komt toch allemaal terug in de mode, hè? Brede revers, dubbele rij knopen. Ze bieden de genierrij niet meer. Oscar, laat mij nu eens 2 minuten meer rust. Ik laat mijn jas even openhangen. Tja, hier is precies al aangezeten. En? Nog altijd geen spuiters? Wacht, wat brandt niet, kampioen? Kom maar met zijn nieuwe truikers. Je zal zeker weer wat van de prijs willen afpingelen. Je kent hem, hè? Ja. Graag grote Jan van de sausissenfabriek. Dat mag geen frank kosten. Kalm. Zo is hem. Hey. Moet jij nu naar een begrafenis? Jij zou eens wat meer uit uw kazerne moeten komen. Ja? Het is een Italiaans kostuum, op maat gemaakt. Ja? Ja. Italiaans, dat kan, maar op maat. In geen 100 jaar, hè? Wat weet jij nu van de nieuwste mode? Een boefer. Ja, dat zeker dat. Ik ben een boefer, maar jij bent een stoefer. Dat riekt comics, hè? Nieuwe mode. Ja. Mottenballen? Zeker. Ah, voorzitter. Ah, opnieuw de domein. De voorzitter. Komt u. Beauties. Da. Rosa. La Gerda. Bieke. Tournee generaal van de voorzitter. Pak voor mij de sloeber. En geef die mannen een waterke met gas, dat ze kunnen gas geven. Dag André, goeie. Dank je wel. Goeie. Voor mij een pintje. Hallo. Ik kom maar op dreef naar 5 en ik heb er al 3 corporaal gemaakt. Soldaat gemaakt. Corporaal, 2 latten een beetje. De spuiters nu meegebracht? Er zijn hier al spuiters genoeg, hè Pico? Ja. De geiten zijn tegen te veel. Zeg. Ik zou mij eerst deftig kleden als je tegen een serieuze man spreekt. Naar de gemeenteraad komt hij zonder plastron en hier doet hij al geen net meer aan ook. Thuis loopt hij in zijn bloot gat zeker. Oh, allez, serieus uit Dorke. Ziet jij liever een deftig geklede persoon zoals ik? De kleren maken de man niet, hè, meneer Boom. Nee, maar de man komt de kleren, dat kan hij horen. Beter op tijd komen met uw nieuwe fameuze truikers. Oh ja, straks spelen we aan een halve time. Oh, ja. Oh, Pico Koppens, waarom is Balthazar Boba wat laat? Balthazar Boba is wat laat omdat hij voor deze belangrijke match de pers heeft opgehaald. Oh. Dat is Mark van Hallo Radio. Radio Hallo. Hallo? Ja. Hallo. Radio Hallo. Hoe heet jij weer, Dingske? Marijke. Ja. Marijke is portrettentrekster van de streekkrant. Maar de firma Boma Worst koopt nieuwe truitjes voor de kampioenenploeg. Eet Boma Worst, dan krijg je dorst. Waarom draagt je de nieuwe Boma truitjes niet? Ja, omdat er geen nieuwe Boma truitjes zijn, tje. Daarheen. Wat zou jij? De truitjes, man. Ja, wat truitjes? Ah, de nieuwe Boma truitjes, tje. Oei.
Die liggen nog in mijn auto. Excuseer, meneer Boma. Ja, maar meneer Boma had mij een pak afgegeven, maar ik wist ik toch niet dat er die truitjes waren. Ga salen, zeg je eruit. Ja, ze komt bij mij bij villa op huis en dan doet ze zo wat je kunt van de vloer eten. Maar vergeten. Allee, kom, Xavier, ga die truitjes halen. Bon, fijn, Balthazar, ik heb geen kleren aan. Dat zie ik ook, kom. Een spokman voelt dat niet, kom. Allee. Oh, nee, die jas aan. Kampioen, bel eens naar de spuiters. Straks zijn we zo gewonnen, met of zonder zijn truikers. Maar ja, door forfait. Oh, die mannen staan laatst in het klassement. Je mag gerust zijn, die geven geen forfait. Zeg, hoe laatst die ploeg van een brandweer, die speelt toch elk jaar kampioen? Ja, maar die staat nu ook eerst, hè. Maar Oscar die kan dat niet verdragen dat de kampioenen onderaan blijven naar het ermee en uitslagen bord op zijn kop gezet. Zoals in de nebel zegt hij, de laatste zullen de eerste zijn. Zo zot als een achterdeur. Zeg, ik ga mijn kop nemen. Zeg, ik ga zo niet naar DDT, hè. Dat is dan tweede afrond. Ga jij, het was uw schuld. Ik ga gelukkig niet, heb ik die auto al weggedaan en dat was uw schuld. Ik laat mij geen tweede keer affronteren. Zeg, manneke, Achiet moet opdoen, hè. Terug een maand in uw bed. En dan kun je niet gaan voetballen, hè. Hallo, Fons. Oh, pardon, madame. Kan ik uw man even spreken, alstublieft? Alstublieft. Zeg, mannen, de Fons is gaan kaarten. Ja, het is hier met Oscar van de kampioenen, hè. En we zitten al een hele tijd te wachten om de match te spelen tegen de spuiters. Alstublieft. Afgelast? Maar zo'n topmatch! Ah, wel, merci. Ah, wel... Alstublieft. Putten in het veld. Een kraat? Mannen, er ligt een krater in ons veld. Oh. En wie heeft dat dan gezegd? Oscar! Wie? Kunt u dat nog eens herhalen, alstublieft? Ah. Ja, ja. In orde. Dank u wel, madame. De match is afgelast en de spuiters zijn gaan kaarten. Ik zeg het ook. Geef mij die telefoon, ja, hoe is dat niet mogelijk? Ah, dat toch niks. You! You! Dimitri! You! Dimitri! Huh? Ja? Hé? Huh? Waar zijn de sleutels? Sleutels? Ja, ik moet iets uit de koffer hebben. Die zit er nog op contact. Ah ja. Zeg, wat? Xavier nog niet aan het spelen? Nee. Waarom denk je dat ik naar hier kom? Ah! Liefst, is er iets aan de auto? Er is nogthans mannen op voorhand afgesproken. Gaan kaarten! Godverdikke toch! Een echte schande. Vind jij dat, Pico? Jij nu misschien? Ja, 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 ja. Maar ik ben verbaasd dat jij dat ook vindt. Hela, wat bedoel je daarmee? Weet jij dat niet? Op uw woorden letten, kampioen? De vrouw van de Fons, hè. Die heeft gezegd dat jij de match hebt afgebeld. Wat blief? Ja. Ik, hè? Ja. Omdat er een krater in ons veld niet van een gasoploffing. Of zeg, waar haalt die dat vandaan? Ah, gekke bevetje. Nu dat ik kosten heb gemaakt voor die nieuwe truitjes, hè. En nu dat ik de pers heb uitgenodigd. Jij doet dat om mij op mijn gezicht te laten vallen, hè, bakker? Jij vangt zeker? Hé, hé, hé. Ik heb niet afgebeld. Allee, waarom zou ik? Straf, hè. Maar allee, jongens. Luistert. Mijn werk op de vakschool. Met een zetel in de gemeenteraad. Al wel, zelfs mijn vrouw wil ik missen. Maar met een voetbal? Jamais, dat weet je toch? Jij wilt voorzitter worden, jij wilt in mijn plaats komen. Maar het zal niet pakken, Pico Koppens. Luister, ik heb niet afgebeld. Wie dat wel? Ja, weet ik het. Hè? Wie dat wel? Ja. Ah. Sorry, Dimitri. Zou hij dat weten? Die weet er niks, hè. Die zijn te stom, hè. Alhoewel, natuurlijk. Voilà. Nog 20 en ik ben erdoor. Ik hoop dat ik er genoeg heb. Boma laat hier niet met zijn voeten spelen. Al wordt er hier niet gevoetbald, er zal worden geïnterviewd. En er worden foto's gemaakt voor de krant. Reclame is het enigste dat telt, hè, Balthazar. Maar ik zou toch zwijgen als ik u was, Piccolo. En jij komt niet op de foto, jongen. Wat denk je wel? Oh, fijn, zeg eens dat hij nu bijna gedaan met die zever. Ah, daar zijn we niet.
Allee, kom maar. Iedereen naar de kleedkamer. Hè? Over een minuut moet iedereen hier terugstaan in het nieuwe truitje, want we gaan ons foto nemen voor ons nieuw buske. Kan er weer op. Nieuwe truitjes, nieuwe buske, en dan zeggen ze nog dat Boma veel belooft, maar geen een bal geeft. Is niet waar, Pico? Kom. Bravo voor meneer Boma. Allee, kom maar. Ja. Zeg maar, rap terug, hè. Radio Hallo Sport, hier Mark vanuit Café De Kampioen. Naast mij Balthazar Boma in een uitermate vrijgevige bui. Boma, de worst van hier, schenkt truitjes en een complete autobus aan de kampioenenploeg. Fantastisch, formidabel. Wij wilden het graag met u hebben over... Want Boma, de welkomende worst, weet wat geven is. Want... Ze geeft buikpijn. Indigestie, ja. De Boma worst is de kampioen onder de worsten. Staat erop? Staat erop, ja. Ja. Goed zo. Is iedereen klaar? Goed. In groep naar DDTK. Kom. Door ons toren, aan ons busje. Ze weten het toch? Zeg, Dimitri, zijn er altijd zo vroeg gesloten? Kom je maar kapotte venster betalen? Ja, dat is voor de verzekering. Wat gaat je verklaren op de verzekering? Dat is van die gasontploffing zeker? Zeg, Dimitri, wacht eens. Hoe weet jij dat van die gasontploffing? Wat is dat van gasontploffing, hè? Jij hebt die match afgebeld en niet de Pico. Wat is dat van ons? De vrouw van de Vos zei dat een half uur geleden gebeurd is. En de Pico zit al meer dan een uur in het café. Heb je het gehoord, Boma? En ik zou excuses willen horen. Ja, ja. Hou me tegen of ik slaag de krater in de kolom. Dimitri. Hij weet dat hij verkeerd is. Maar hij zal een goed prijsje maken voor ons busje. Hé, Dimitri? We moeten dat busje niet meer hebben. Voilà. Dat kopen we ergens anders. Ja, dat zal hem neer de kleur. Kom aan, mannen. We zijn weg. We gaan er zo'n prachtige kazen vinden voor 20.000 frank, denk je? Dat is al om teven. Kom maar zeker niet bij u. Overal. Begrepen? DDT! 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 En als ik nu eens zei... 15.000 frank. Wow. Betrieger! Dimitri, 13.000 en we zwijgen erover. Kom. Oscar! Roep ze maar terug, ik heb het gearrangeerd. Ik zal niet passen. We daar geen factuur van maken. Maar een bonnet. De straat is 13.000. Zeg, een vies het met uw aankoop. Nee, mannen, hij is echt redelijk. Hij is redelijk. Zeg, dat is hier geen decor, hè? Oh. En er is te weinig licht. Oei. Mannen, dat is hier geen decor, hè? En dat is te weinig licht. We zullen voor mijn fabriek gaan. We zullen daar de foto nemen. Daar is licht genoeg. Hallo, dan. Ronnie en Ronnie's. Beestjes, en daarmee ging Radio Hallo weer terug in de tijd naar 1959. Nou, Dimitri. Maar ja, de poort was gesloten. Ik ben naar zee gekomen. Ik kom met dat busje, hè. Ik heb gezegd dus zelf van nee, hè. De grote voetbalmatch tussen FC De Kampioenen en FC De Spuitens is afgelast. De Spuitens zijn... Hallo, jong. Spuitig, hè. Zo'n belangrijke match. Zeg, die glasschade daar, dat is zeker ook van die gasontploffing? Ja, de Pico had gebeld. Als wagen van, ik weet het. Is dat goed zo'n busje? Nee. Ik kan ook juist een bonnetje schuiven. We gaan binnen een mutje kijken. Ja, dat is goed. Maar waar is iedereen nu? Nonde, het is niet waar, zeg! Zeg, hé. Hela. Is dat die chicocage van 200.000 frank? Zijn wij daarvoor met 30 man 5 jaar aan een stuk elke avond met almanakken gaan leuren? Oh, zeg. Miljarden, zeg! Kampioen!